Yo, kijkers, tot nu toe. Wat is nu vandaag een nieuwe video van de top 10, jongens? En wat er is aangevraagd was een top 10 engste video's op YouTube. Nou, dat kon ik niet vinden, dus daarom heb ik de top 10 engste foto's zonder Photoshop. En we gaan snel beginnen, want het is een korte video. En daarom gaan we nu met nummer 10 beginnen. En nummer 10, er staat geen naam bij, maar het zijn vier enge poppetjes in het bos. En het zijn mensen of poppen, maar ik denk dat het poppen zijn. Maar het is wel heel eng. Als je daar s'avonds rijdt of zo, dan is dat wel heel eng. Ik zou echt gewoon politie bellen. En als het mensen zijn, oh jezus, dan was ik niet eens aan mijn auto gekomen om deze foto te maken. Ja, nou, gelukkig is deze man of vrouw dat als je nodig om te doen. Dan gaan we terug met nummer 9. En nummer 9 zijn een groep mensen met ronde. Een soort van. Van die ding op hun hoofd, dat als je nucleaire plaats hebt, dan zie je van zulke een rondje met drie driehoekjes en dan geel, deze foto, die nu in beeld staat. Dat staat een beetje op die foto en dat is wel eng. Jezus, waar is deze foto genomen dan? Ik weet het ook niet. Nou, echt waar, ik zou deze mensen eens op de foto willen zetten, want het ziet er echt eng uit. Je weet niet wat ze denken, hè? En hier is geen Photoshop bij gebruikt, dus dit is in het echte leven gebeurd. Nou, en dan gaan we door met nummer 8. En nummer 8 is een meisje of een jongen met een heel raar gezicht. Nou, als hier geen Photoshop bij gebruikt, dus dat vind ik het wel heel raar. Maar wat ik het wel vind, het zijn allemaal 9 en 8 zijn allebei een soort van standen in arme landen. Dus ja, ik denk dat het gewoon bij een cultuur hoort. En dan gaan we naar nummer 7 toe. En dat is een hele rare boom, een beetje alsof die Dead doet. Maar er zit ook een meisje, een jongen, een klein kind tenminste, in een heel mistig platteland met een meisje. Nou, als dit echt gebeurd is, ik denk dat het gewoon een jong of een vader of zo die is, die zegt van mijn zoon of dochter, ga even gezellig daar bij die boom staan, want die boom ziet er zo mooi uit. En ik denk niet dat ze wilden dat dit een enge foto zou worden. Maar ik denk dat echt niemand dat wil, behalve deze dan. Met nummer 6, hier zie je twee mensen met oplichtende ogen in het donker. Ik hoop dat deze foto niet echt is, want anders zouden er wel hele rare dingen op de planeet gebeuren. En dan gaan we door met nummer 5. En nummer 5 is een foto van een moeder en een vriendin of zo, met twee kinderen op mijn schoot. En op het moment dat de foto wordt genomen, komt er iemand naar beneden op de tafel. Ik denk dat dat iemand is die bij hun hoort, anders zouden ze niet zoiets doen. En dit is best wel een enge video. Filmpje. En dan gaan we door met nummer 4. En nummer 4 is een foto met een meisje in een zwarte jurk met een heel eng hoofd. Nou, ik denk zelf dat het een foto is met Photoshop of dat ze een masker op heeft. Want dit kan niet echt in een film of in een filmpje of foto wat er ook is genomen. Ja. Nou, dan gaan we met nummer 3. En nummer 3 is best wel eng. Dat is een babyphone. Of tenminste, dan zo'n ding waar foto's mee worden gemaakt. Of het filmpje hier is. Tenminste, een foto van. En dan zie je zo'n baby heel erg eng uit hun wieg komen. Ze ziet er een beetje gehypnotiseerd uit. Nou, dan gaan we door met nummer 2. En nummer 2 is een soort van hert met een mensenarmen en een mensenlijf en met een hockeymasker op, zie ik in ieder geval in het ijs. Dat ziet er best eng uit. Dan gaan we door met nummer 1. En nummer 1 is een meisje in de winkel die de nek helemaal omhoog heeft staan. Het kan in het echt, maar het ziet er wel heel eng uit. Ja. Nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Het is een hele korte video. Waarom? Nou, mijn potje van Call of Duty duurde niet zo heel erg lang. Dus ik denk, ik ga gewoon snel door dit top 10 lijstje door. En het is me gelukt, in 4 minuten is het me gelukt om het top 10 lijstje te doen. Ik ga volgende week weer een nieuwe video uploaden, maar ik ga nu eerst deze video afsluiten. Jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Volgende video komt er een langere video online. En jongens, ik ga nu eerst doeg zeggen. En tot de volgende keer in een nieuwe video, jongens. Doei.